Beetje oh, neus van de kou, maar goed. Het gaat over kerstmis, of eigenlijk het samen zijn met kerstmis. Want dat is waarom ik zo van kerst hou, dat je tijd doorbrengt met de mensen van wie je het allermeeste houdt. Nou is het in deze tijd natuurlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend, maar helemaal niet als je een ziek kind hebt. Want als het kind in het ziekenhuis is, wil je er toch graag bij zijn, zeker met de feestdagen. Maar gelukkig zijn er de Ronald McDonald huizen, de Ronald McDonald huiskamers en de Ronald McDonald's vakantiehuizen. Zo kunnen ouders, broertjes, zusjes, familieleden toch bij elkaar zijn. Maar is het natuurlijk niet gratis, want de overnachting in een Rond huis kost zo'n 60 euro. Dus als jij het net zo belangrijk vindt als ik, als ambassadeur van Rondmondondkind, Kinderfonds, dat die mensen bij elkaar zijn, doneer dan. En het maakt niet uit of het 1 euro is, of een handvol euro's, of iets meer, alles is ontzettend welkom. Want iedereen, maar zeker de mensen die ziek zijn, moet iemand hebben. Om Kerstfeest mee te vieren. Fijne dagen en een mooi en vooral gezond 2022. Dag.